De dames hebben elkaar in de eerste aflevering allemaal al ontmoet. Hetzelfde geldt voor de heren. Maar de koppels hebben elkaar nog nooit samen gezien en dat is vandaag voor het eerst. Maar dan komt Evelien, getrouwd met Brian, erachter dat zij Mark, getrouwd met Yvette, al kent. Ik ken Mark via een dating-app. Ik ben heel verrast dat hij hier is, zegt Evelien. Het contact ging toen verder dan een beetje swipen. We hebben elkaar gebeld en geappt. We hadden toen, voor mijn gevoel, wel een leuke klik. Evelien geeft aan dat ze Mark 3 maanden geleden voor het laatst gesproken heeft. Maar Mark doet op zijn beurt net of hij haar niet kent en dat zorgt voor veel emoties bij Evelien. We hebben nog niet met elkaar gepraat eigenlijk. Of hij doet alsof hij mij niet herkent of hij wil me niet herkennen. Ik weet het niet. Ze is tot tranen geroerd. Gedragsbioloog en expert in het programma Patrick van Veen snapt de tranen van Evelien wel. De eerste trigger die bij haar emoties losmaakt is dat Mark haar niet herkent. Dat betekent letterlijk voor een vrouw, ik ben niet gezien. Ik heb met iemand contact gehad en nu herkent hij mij opeens niet meer. In de volgende aflevering biecht Evelien ook aan Yvette op dat zij Mark al kent. Tot tranen geroerd vertelt ze dat ze toen graag met hem wilde afspreken. Yvette is not amused.